Willem Badenhorst en ik groet jou hier vanuit mijn tuin in Moreletta Park. Ik wonder wat doen jij en waarmee hou jij jou bezig in die tijd van inperking? Er zijn zoveel dingen wat ons kan doen. Ik bedoel, ik moest al garage recht pakken, stort recht maken. So pa, ik geloof, jy moest ook al een paar dingen in jou huis doen. En ma, ik is oortuig daarvan, jy is bezig om jou kombuis skoon te maken en kaste recht te pakken. En kiddo's, jullie het seker allemaal al reeds jullie kamers recht gepak. Maar dan wat daarna? Kom ons dink kreatief oor hoe ons mekaar geestelijk kan opbouwen en kan versterken. Weet jullie wat? Ons kan als gezinnen in ons huise elke dag bij mekaar kom en die woord van die Here lees. So ek wil jou graag aanmoedig als gezinnen en zelfs als klein groep. En als jou gezin nie bij mekaar is nie, kan je dit doen door Skype of je kan dit doen door Zoom. Maar kom bij mekaar als gezin rondom een tafel. Krijg voor jou een tijd, krijg voor jou een plek en lees Godse woord. Deel met mekaar wat jullie gelees het. En dan, baie belangrijk, bid saam. En begin sommer net om saam dankie te sê. Dankie vir lopende water, dankie vir kleren, dankie vir een huis enzovoorts. En dan belangrijk, bid vir mekaar. Bid vir mekaar se geestelike behoeftes. Bid dit wat jy in die skrif gelees het. En dan dit wat jy sien op die TV, dit wat jy hoor oor die nuus, bid daaroor. Bid vir die slagoffers en bid asseblief vir die mense se beskerming. En glo, die Here gaan jou as gesin opbou en versterk in geloof.